goede avond allemaal. Nou, precies 8 uur. Dan moet het gaan lukken. Ik ben weer scheef vanavond. Maar we hebben het wederom geprobeerd om het goed te krijgen. Dat lukte dus niet. Dus jullie gaan... Dus we blijven lekker scheef vanavond. Hoe dat komt bij mij nou. Die meiden hebben me net van alle kanten geholpen. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Op mijn telefoon is die goed. En zo gauw ik hem dus open op Facebook, dan ben ik dus scheef. Maar volgens mij ben ik aardig te zien wat ik denk. Als er vragen zijn, dan hoor ik het wel. Ik ga in ieder geval jullie vanavond laten zien hoe ik deze voorbeelden maak met de dubbele jelly plate. En ik ga nog een aantal andere dingen laten zien aan jullie. Even kijken of ik de opmerkingen ook zie. Ja, die zie ik ook. Deze stond op de aankondiging. Deze heb ik gemaakt met 2 jelly plates. Ga ik laten zien. De kleine vierkanten. En daarover heb ik de grote vierkanten gebruikt. Waarop ik een mask heb gebruikt van Studio Light. En ik ga hem even opzoeken. Even kijken. Ja, deze. Deze mask heb ik er gebruikt. Die heb ik erop gelegd. Nou, hoe ik dat ga doen, dat laat ik jullie vanavond gewoon zien. Die heb ik er zo opgelegd. En dan krijg je die afdruk. Daarnaast, toen dat klaar was, heb ik hem bewerkt met mijn kleurpotloden. Met mijn aquarelpotloden. Ik heb gestempeld met stempels uit de crunchlijn. Hier zie je, deze heb ik hier gebruikt. En ik heb rijspapier gebruikt. Ik heb achtergrondstempels uit de nieuwste gebruikt. Deze. Kijk, die. En even mijn andere pakken. Die. En even kijken hoor. Nee, dat waren ze. En deze stempel, dat is de bloemenstempel uit de Happy Moments. Die heb ik gestempeld, geëmbost en ingekleurd met de Essential van Studio Light. Ik ga vanavond ook weer 2 stempels verloten. Eén daarvan is deze. Die ga ik verloten. En ik ga deze verloten. Dus, ik ga ergens deze uitzending een vraag stellen. En dan ga ik naar de hand terugscrollen en ik haal er 2 winnaars uit. Oké, dat was deze. Die leg ik even aan de kant. Dan deze heb ik ook 2 vierkanten. Ik dacht ik vanavond, ik doe ook een aantal met de vierkanten. De dubbele of de ronde jelly plate dubbel is al heel veel gezien. Deze, nou daar zie je al, daar heb ik de andere bloemen op gebruikt. Deze. En die heb ik ingekleurd met een setje van Marlène. En dat was de set Bold and Bright. De Bohemian. En daar heb ik geel bij gebruikt. Of oranje geel. Deze. Daar zie je, daar is dit mask op de achtergrond gebruikt. Kijk. Kijk of ik hem er goed op krijg hoor. Oh nee, daar was ik gisteren al achter gekomen. Deze was dwars. Kijk. Hier zie je dus die dingen. Ja Ellen, ik weet het. Ik ben weer over dwars. Ik wil niet zeggen dat ik een dwarsligger ben. Maar we krijgen het bij mij niet goed. Maar in de vakantie ga ik een keer naar Dini en die gaat mij helpen, of Cordien, waarom het bij mij nou elke keer niet lukt
om hem landscape te krijgen. Dus het komt goed. Deze is gedaan met de dubbele ronde landscape. Landscape jelly plate. Hier heb ik de achtergrondstempel deze gebruikt. Kijk. Daarbij heb ik ook weer de grunge gebruikt. En ook een aantal van, of ook een oudere. Deze. Die kan je hier zien. En dan zie je deze weer. Nou, je ziet gelijk wel wat welke stempels ik graag gebruik. Deze zit hier. Over deze heb ik gebruikt. En een ronde. En de bolletjesmask. Wat ik heb gedaan is, ik heb de mask met alle rondjes heb ik er overheen gelegd. En toen uiteindelijk heb ik hier nog deze, die heb ik net laten zien ook, deze opgelegd. En heb ik met wit gedaan om nog iets, de achtergrond wat, ja, meer te laten spreken. Maar dat ga ik ook vanavond laten zien. En als laatste heb ik deze bloemen ook weer gestempeld, embossed, ingekleurd met de Essential Inkt, aquarel. En tekst is uit het boekje van Marlene, geloof ik. En om de stempel heb ik gewerkt met een aquarel potlood om hem iets eruit te laten komen. Dan heb ik deze. Dat is ook weer met twee vierkanten gedaan. En twee vierkanten, en die heb ik overdwars gedaan. Dus één kleine en een grotere, die heb ik in een punt gezet. En wat bedoel ik daar nou mee? Als je deze hebt, dat zijn dezelfde. Deze heb ik dus in de punt gezet en deze heb ik zo gezet. Moet je kijken wat een andere uitstraling je dan hebt. Hetzelfde materiaal, ook weer dezelfde stempels gebruikt. Hier heb ik de mooie grote stempel gebruikt. Waar heb ik hem liggen? Hier. Kijk, deze. En die heb ik ingekleurd met Copic markers. Ook hier weer tekst uit het boekje. Ook met wit geverfd, met op de afdruk gedaan. Er langs geschreven. Ik ga jullie straks een aantal mogelijkheden laten zien. Is dat een voorbeeld? Deze. Twee ronden over elkaar. En hier heb ik niet gewerkt met stempels. Hier heb ik gewerkt met rijstpapier. En dat wilde ik vanavond ook gaan doen. Is weer eens iets anders dan de stempels op plakken. Bij deze heb ik bij heel veel mensen een favoriet stencil gebruikt. Dat is deze mask gebruikt. Kijk, hier in het midden zie je hem. Maar omdat je jelly plate niet zo groot is, gaat hij er maar voor een gedeelte op. Even kijken hoe die precies ligt. Maar, en dan krijg je hem dus zo. Ik heb met aquarelpotlood langs de kant gekleurd. Ga ik ook laten zien met een kwastje. Dan doe ik wat tekststempel. Dat is deze tekststempel die ik gebruik van de Crunch op de achtergrond. Dat doe ik dan vaak ook in dezelfde kleur waarmee je ook de achtergrond hebt. Want dat vind ik dan wel mooi. En uiteindelijk gebruik ik wel wat zwart om het op te halen. Hier heb ik weer een rand gebruikt. Ik ben helemaal fan van de randen. Dat zijn deze randen. Kijk. En die heb ik daaronder gezet. Nou, dan werk ik hem nog wat bij met een witte uniball of een witte marker of een witte molotov, net wat ik heb. En dit is dus de ronde. En hier heb ik even nog laten zien, zonder dat er wat op was. Zo ziet een kale dubbele afdruk eruit. Dat gaan we samen zo meteen stap voor stap meedoen. Kira was vorige week. En Kira die
gaf antwoord op een vraag van mensen van... Wat doe je met al je kaarten? Waar bewaar je dat allemaal in? En toen zei ze langs de neus weg... Nou, volgende week is Marjan en die laat wel zien hoe ze dat doet. Nou, ik heb even een voorbeeld erbij gepakt. Een aantal uit mijn art journal waar ik dus ook mijn dingen in opruim. Nou, hier is even een stapeltje van mijn art journals. Ik ga niet alles laten zien. Ik heb ook hier en daar een kaartje gedaan van een aantal voorbeelden. Hier heb ik in mijn allerkleinste album heb ik ook met dubbele jellyplates gewerkt. Dit zijn geen dingen die ik net nieuw heb. Hè. Deze heb ik al eerder gemaakt. En die laat ik dus nu zien. Mensen die wel eens bij mij op een workshop zitten, die hebben dit waarschijnlijk alles gezien. Ik had er nog ergens één. Ja, hier is er ook één. Kleine jellyplate met een stencil erover en een reisplaatje erop. Oké. Okay. Hier zo. Eerst deze. Oh. Hier ging het vorige week over. Dit zijn onder andere de bloemen die ik vorige week had laten zien met kleuren. En ze komen dus in mijn art journal. Zie, dat zijn al die de bloemen die het laatste uit zijn gekomen. Nou, je ziet ook wel dat ik dit een hele mooie stans vind om mee te werken. Ik heb ze alle vier gehad. Nou, deze die heb ik pas uitgelegd hoe je dat kan doen. Dat zijn ook stempels van Studio Light. Nou, deze heeft niemand Nick nog gezien. Dus dan heb je alvast een voorproefje. Maar ik heb er ook... Dit wilde ik jullie ook laten zien. Ook deze pagina... is een pagina in mijn art journal. En die heb ik gemaakt met drie ronde jellyplates. De kleine, de één slag grotere en de nog grotere. En die heb ik over elkaar heen gestempeld. Ik heb daar relief of dingen of met een mask op gewerkt. Ik heb ertussen gewerkt. Nou, dat kan je dus ook doen met... Zeg maar drie soorten jelly plates. Die wilde ik jullie even meegeven. Nou, en dan heb ik hier nog een aantal dubbele jelly plates die ik al eerder gemaakt heb, hoor. Dus die zijn niet van nu. Deze met rijstpapier. Met de roos. Deze twee. Dit is rond. Dit zijn de vierkanten. Deze en die. Nou, je ziet, en dit zijn nog maar een paar van mijn art journals. Hè. Ik heb er nog meer. Maar dit was wel even leuk. Oh ja, deze wilde ik ook nog even laten zien. De masks die wij gebruiken, daar kan je ook van allerlei andere dingen mee doen. Nou, dit had ik al een poosje gedaan. Dat is onder andere... Even kijken waar die is hoor. Deze... Heb ik gedaan. Overgetrokken op zwart papier. En gedoedeld. De achtergrond gemaakt. Dus kan je zien dat je er ook nog wat anders mee kan doen. Oké. Dat waren eigenlijk mijn creaties die ik had beloofd even te laten zien. Dan gaan we aan de slag. Want uiteindelijk zitten jullie daarvoor. Ook een vraag van vorige week is, hoe bewaren jullie je jelly plates? Nou, ik bewaar ze dus zo. Ik heb hier een jelly plate. Dat is dus nog een grotere ronde als waar we vanavond mee gaan werken.
Maar je ziet dat ik die dus gewoon tussen papier heb zitten. Gewoon printpapier. De andere, ik ga nu met wat kleinere werken. Die heb ik... Dat is mijn papier voor vanavond. Die heb ik in deze dozen zitten. En in die dozen, deze heb ik ze ook in papier. Deze gaan we vanavond gebruiken. En deze dozen heb ik niet plat liggen. Die staan bij mij allemaal zo in de kast. Op advies. Hier zo zie je dus ook, ik heb hier dus ook gewoon papier op. Hier zie je mijn kleine jelly place. Ik ga vanavond werken met deze ronde. En met die ronde. Je ziet dat ik ook nog andere heb. Oh ja, er zijn mensen van, ik heb in sommige heb ik van die luchtbelletjes. Krijg je die er nog uit? Nou, dat heb ik in deze ook. En nee, die krijg je er niet meer uit. Want dan gebruik ik de andere kant. En kijk, hier zo heb ik, dus ik heb eigenlijk, als je kijkt, kan ik dus 3 doen. Vanavond ga ik met deze 2 werken. En ik ga werken met, als ik hem kan vinden, ja, de 2 vierkanten. Oké, maar dan is het voor jullie ook wel heel leuk om te zien hoe wij dat dus doen. Nou, deze krullen op, maakt niet uit. Straks plak ik ze weer op mijn jelly plate en is er voor de rest niks aan de hand. Oké, waar gaan we mee beginnen? Met de vierkanten of met de ronde? Zal ik een keer de vierkanten doen? Wat ik zelf heel erg prettig vind, ik plak mijn jelly plate op een plaat en die is van een oude snijmachine van mij. Mijn snijmachine ging toen kapot, maar ik had nog wel 2 nieuwe platen en uiteindelijk ben ik die gaan gebruiken voor mijn jelly plate. En dat bevalt mij eigenlijk heel erg goed. En waarom? Ik vind als je over elkaar heen wil stempelen, dan vind ik het fijn dat ik mijn jelly plate als een stempel kan gebruiken. En als die eronder zit, dan kan ik zien of alle randen langs de zijkant even breed zijn, even smal, of ik recht zit. Als je je papier erop drukt, ik heb een afdruk bijvoorbeeld van, oh ja, dat ging ik laten zien. Dit is een afdruk die is niet helemaal gelukt, maar dat maakt niet uit. Dus die heb je gemaakt. Dan ga je met deze overheen. En nou kan je het goed zien waar je het stempel kan zetten. Als je het andersom moet doen, kan je het niet zien. Dus ik vind het heel handig om gewoon deze als stempel over mijn ding te gebruiken. Dat gaan we doen. Vanavond... De andere keren dat ik hier zo met de jelly plate dingen heb laten zien, was met verf. En toen kreeg ik de vraag of het ook met inkt kon. Dus ik heb ervoor gekozen om vanavond een keer met distress inkt te gaan werken. En ik heb even 2 kleurtjes uitgezocht. Ik heb ook gekeken of het rijspapier waar ik mee ga werken, of dat past bij hetgeen ik wilde gaan doen. En dat past inderdaad. Ik ga er toch even een blad onder leggen. Normaal werk ik op die witte glasplaat, die tonicplaat. En dat werkt eigenlijk heel erg fijn. Maar om de lijfs ermee te doen, werkt het niet zo fijn. Want hij spiegelt. En dan kunnen jullie gewoon het niet goed zien. Dus vandaar dat ik nu op een blauwe mat werk. En dan nu even voor jullie een wit
papiertje onderleg. Deze even opzij. Oké, wat doe ik? Ik heb gekozen nu even voor Tumbleclass en Spun Sugar. Wat ik doe, ik zet met blauw even een afdruk in het midden. Dan ga ik met mijn roze langs de kant. En ik probeer niet te veel over het blauw te gaan. Het gebeurt me toch. En dat is niet zo omdat het niet mag raken. Nee, want ik ga het zo toch mengen. Maar het heeft ermee te maken dat je inktpad vies wordt. Nou, dat is zonde, dus dat haal ik eraf. Vandaar dat ik het zo doe. Dan neem je je breier. En je gaat hierover breien en de kleuren mengen zich. Maar dat mag. Niet te veel. Want anders krijg je één kleur, dat wil ik ook niet. Dan ga ik een afdruk maken. En ik ga nu met jullie een afdruk maken in een punt. Want dat vond ik wel grappig om te doen. Dus ik leg ook nu mijn jellyplate zodanig dat de punt naar boven en naar onder wijst. En dat het deze twee punten, alle twee op even gelijk hoogte. Dan druk ik hem even aan. Dan schuif ik hem en dan pak ik het geheel op. Oh kijk, het zit op de achterkant. Het gaat even om het principe. Oh, het papier waar ik op werk. Dat is misschien ook wel handig om te vertellen. Ik werk... Oeh, hij is heel zacht van kleur. Maar daar ga ik wel met blauw overheen. Ik werk op paint-on papier. En... Even kijken, ik had mijn blokje apart gelegd. Dit is niet het grote blok, zag ik niet zo gauw. Ik werk nu om paint on agreen. En waarom doe ik dat? Omdat ik heel graag, als je ziet, zit hier een structuurtje in. Dat vind ik voor een afdruk van een jellyplate erg mooi. Dus dan denk ik van, nou, dat vind ik graag gebruiken. En wat ik ook fijn vind, het is... Eigenlijk lekker wit papier. En dat vind ik qua de komende kleuren altijd mooi uit. Dus ik ben altijd een voorstander van wit. Oké. Dit is de eerste afdruk. Hier doe ik verder rest even niets aan. En ik neem mijn grotere. Op mijn grotere ga ik een mask gebruiken. Eens even kijken, heb ik voorkeur voor een mask? Zal ik weer eens mijn favoriet gebruiken? Die vinden we geloof ik allemaal wel leuk. Deze. Nou, wat ik wel bij deze dan moet doen, dat is zorgen dat je hem goed gelijk legt. Waar kijk ik nu naar? Ik kijk nu dat deze punten ongeveer allemaal goed zitten. Dat ze evenveel overlappen hier. Ongeveer, hè? Ik heb geen centimeter. Dan druk ik hem iets aan. Dan plakt hij. En dan neem ik de blauwe. Want die roze is erg, heel erg zacht van kleur. Ik zal zo twee andere kleuren nemen. Dan maak ik mijn breier. Daar doe ik distress op. En ik ga over... Het stencil heen. En ik zorg dat overal de oxide inkt zit. Als ik dan denk, nou is die mooi gelijkmatig verdeeld. Dan ga ik mijn, mijn stencil eraf halen. En als je heel goed kijkt... Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik denk zelfs dat je het zo beter kan. Misschien kan ik het zien als ik een zwart velletje eronder hou. Kunnen jullie het zo beter zien? Zie je? Dan zie je dus het patroon van... Het stencil zit dus in mijn... Of op mijn jellyplate. Nou, dan pak ik mijn jellyplate in mijn hand...
Ik neem mijn vorige afdruk. En ik ga nu, en nu krijg je dus wat ik net bedoelde. Nu kan je dus zien waar je hem legt. En nu zie ik dus dat ik mezelf ook lekker, ik ga er even bij staan. Dat ik het mezelf lekker moeilijk heb gemaakt, omdat ik de eerste afdruk niet goed zie. Dan leg je hem erop, je drukt hem even aan. En ik ga wrijven. En dan haal ik hem eraf. Nou, kijk. Ik vind hem super. Ik vind het alleen jammer dat ik een verkeerde keuze voor jullie heb gedaan qua kleur. Maar we kunnen hem wel eventjes in twee andere kleuren doen. Die tijd heb ik die. Ja, die heb ik nog wel. Ik maak even mijn breien schoon. Ik maak even alle twee mijn jelly plates schoon. Zo. Deze ook. En dan ga ik met twee wat fellere kleuren werken. Zo. Oké, dus we gaan weer vooraf aan beginnen. Ik leg hem even hierop. Oh, andere kleur. Even mijn doos erbij. Die is een stuk feller. En deze. Zo. Dus dan ga ik weer. Ik ga een blauw in het midden zetten. Zie, deze blauw zien we al beter. Dat is trouwens Broken China en Worn Lipstick. Ik doe roze aan de zijkant. Ik pak mijn breier. En ik ga zorgen dat het een beetje vermengt. Ik rol even mijn breier af. Ik pak een nieuw blad. Hier zit een kras op. Ik ben niet kieskeurig, maar dat vind ik zonde. En dan ga ik hem weer neerleggen. Punt boven en onder recht. En de zijkanten recht. Je legt hem erop. Drukt hem aan. Je pakt het geheel op. En wrijft met je hand. Je hoeft niet te duwen, je hoeft er geen pizza van te maken. Maar wel zorgen dat je hem overal gehad hebt. En je haalt hem eraf. Kijk, nu zien we het beter. Dan gaan we weer. Deze leg ik weer opzij. Ik pak mijn andere vierkanten. Ik leg wederom mijn mask erop. Weer goed in de hoeken. Zorg dat je hem een beetje recht, want anders wordt hij ook niet mooi als je hem afdrukt. Dus hier heb ik hem redelijk recht hier. Dan weet ik ook dat het midden goed zit. Dan neem ik inkt op mijn breier. En ik ga rollen over de jelly plate totdat ik het idee heb dat overal de roze inkt zit. Zo. Dan halen we de ding er weer van af. En hier zie je de roze. Je pakt de vorige afdruk erbij. En ik ga weer kijken dat mijn kanten langs elke kant ongeveer even breed zijn. Ik leg hem erop.
Ik druk hem even aan. Draai hem om. En doe weer heel goed aanwrijven. En als ik denk dat ik hem overal gehad heb, haal ik hem eraf. Oh, top. Hij is toch helemaal kikken. Tenminste, ik vind het onwijs leuk. Hier ga ik zo meteen mee werken, want ik ga hier zo meteen met stempels en met inkt nog opdoen. Ik zal eerst nog even het schabloon. Wat ik net zei, is dat ik dus bij deze ook nog graag met wat wit werkte. Dan leg ik er... Ik neem nu even mijn... Gewoon een gaatjes, een rondjes mask. Even een stempel in mijn mask in het water gooien. Die maak ik straks allemaal wel schoon. Zo. En dan pak ik een klein beetje witte acrylverf. Ik heb hier een klein sheetje. Dan doe ik een heel klein beetje acrylverf op, witte. Dan pak ik even een sponsje. En ik doop het erin. En dan ga ik over het middengedeelte hier en daar wat stipjes zetten. Kijk, zie je dat breekt? Ik doe er hier nog een paar. Eigenlijk doe ik het nu heel snel, want de inkt, de stressinkt is eigenlijk nog niet helemaal droog. Met het gevolg dat dan ook dat wit een beetje roze gaat worden. Je kan hier ook even mee wachten totdat zeg maar de ondergrond droog is en dan de witte opzetten. Misschien doe ik het straks wel even nog een keer extra, als je het goed kan zien. Laat deze even schoon. Oké, dan ga ik nu de ronde doen. Gewoon even laten zien het effect als je twee rondes doet. Deze twee leg ik ook apart, die moeten ook schoon. En ik pak twee ronde jelly plates. Zo, de ene hierop. De andere op de onderste. Nou, je ziet hè, ik heb een hele gele jelly plate, een grote. Vind je dat vervelend? Ja, dat vind ik vervelend omdat ik het er niet mooi uit vind zien. Doet hij zijn werk minder? Nee, hij doet zijn werk niet minder. Hij doet het gewoon goed. Maar het heeft ermee te maken dat ik heb met alcohol inkt opgewerkt. En er was een kleur geel en die kreeg ik er niet meer af. Dus ik doe het op deze manier. Oké, ik ga twee kleuren pakken. Ik ga vandaag voor blauw en groen. Dat is ook altijd wel heel erg leuk. Dus nou, in feite ga je weer hetzelfde doen nu. Ik neem nu even de groene. Die zet ik even in het midden. En ik ga blauw aan de buitenkant doen. Ik zal er zo weer wit papier onder leggen voor jullie. Zo. En dan ga ik rollen. En ik hoef niet alles door elkaar te rollen, want je mag wel een beetje de kleuren nog zien. Dan pak ik weer een vel. En dan drukken we de eerste af. De kleine ronde.
Dat doe ik nooit in het midden. Ik doe dat altijd net even boven het midden. Ja, ik weet niet waarom. Dat vind ik mooi. Ook nu, je legt hem erop. En je wrijft hem aan de andere kant weer aan. En kijk. Ik vind hem super. Maak hem even gelijk schoon. En dan pak ik de grote. Deze even wegleggen. En bij deze. Even kijken welke we erop gaan doen. Een mooie zoeken. Ik denk dat ik deze op ga doen. Ja. Dan leggen we deze weer. Oh, mijn blad eronder. Deze leg ik er neer. Ik leg deze erop. Ik pak mijn Brea weer. Ik neem Distress Inkt. De Broken China. En ik ga over mijn stencil heen. En ik zorg dat hij overal wat van de inkt krijgt. Dus ook goed. Alle kanten. Dan haal ik ook hier weer het stencil eraf. En ik hoop dat jullie het kunnen zien. Maar hier zie je echt heel mooi de... Het blauw. Je pakt je stencil. Nou, nu kan je ook zien waarom ik dus graag zo werk. Want als ik hem zo zou zetten, is die niet mooi in het midden. En ik vind het toch wel mooi als die goed in het midden zit. Of zoveel mogelijk. Centimeter heb ik ook niet. Leg ik hem neer. Ik druk hem even aan. Ik pak hem helemaal op. En ik ga wrijven. Ook hier maak ik geen pizza van. En ik haal hem eraf. Het is ook altijd voor mij spannend, hè? Kijk dan. Top hoor. Vind ik zelf. En dan is deze achtergrond ook klaar. En nu kunnen we dus ook hier voor kiezen om nog wit op de achtergrond te doen. Ik vind het wel leuk. Ik geloof dat ik het toch doe. Maar dat doe ik zo meteen. Laat ik deze eerst even drogen. Anders neemt hij ook weer de kleur van de achtergrond aan. Dus deze kunnen ook opzij. En dan ga ik met deze beginnen. Hoe ga je nu verder? Nou, wat ik altijd als eerste doe. Dat is werken met... een kleurpotlood. Ik neem hiervoor een aquarel kleurpotlood. En dat is in dit geval mijn Intense kleurpotloden. Want dan kan ik ook met water werken. En dan kijk ik even welke kleur er het beste bij past. Nou, ik heb het al gezien. 520 vind ik het mooiste erbij. Oh nee, ik neem een donkerder. 600. Even kijken, waar zit die? 600. Dit is de 600. Dan doe ik op meerdere plekken... ga ik accenten aanbrengen. En dat doe ik door heel lichtjes de rand te kleuren. En dat doe ik dan ook aan deze kant. Dit is wel eigenlijk één ornamentje, zeg maar. Dus dan vind ik het wel mooi, zie aan alle twee kanten. Nou, dat komt hier terug, dus dat doe ik daar ook. En dat doe ik hier ook. En, oh, ik moest natuurlijk ook nog een vraag stellen. Ik ga eens even kijken.
Oh, dat is een leuke. Wie van jullie weet nog welke twee kleuren ik hier gebruikt heb? Van de Distress inkt, oxide inkt. Dus voor deze. Mooie kleuren. Welke waren dat? Zie. En als ik dit al gedaan heb, dan ga ik, het is dus een aquarelpotlood, dan neem ik een vochtig kwastje. Een vochtige waterpenseel. Niet dat ik hier nu al klaar ben, maar ik ga het laten zien. Dat is de verkeerde. Hier zit mijn kwastje. En dan ga ik... Hij is niet heel nat, hij is een beetje nat. En dan ga ik dat uitwerken. En je ziet, zo krijg je dus een, ja, dit, je maakt van dat kleurpotlood maak je een soort verf. Zie je hoe een leuk effect dat geeft? Dan komt het wat naar voren. Nou, ik heb nu deze vier ornamentjes gedaan. Maar je kan natuurlijk nog veel meer. Want ik ga hier in het midden, ga ik dat middending denk ik ook doen. Dan komt die mooi naar voren. Kijk, als je dan hier zo, zeg ik pak even van allemaal, niet helemaal, maar gewoon alle linkerkanten bijvoorbeeld. Ja. Dan pak ik nu weer mijn waterpenseel. En kijk. Ik vind hem super. Nu kan je natuurlijk nog meer, hè? Want je kan bij deze kan je doen. Je kan het bij deze doen als je wil. Je kan de rondjes hier zo een rondje, een kant doen. Er is echt, als je kijkt, dan zie je elke keer. Oh, dat is leuk, dat is leuk. Nu doe ik hem even zo. Hier nog één. En je ziet al, het spreekt gewoon meer. Want de kleur komt er dan meer uit. En hier heb ik dus deze gedaan. Moet ik straks bij de rest ook even doen. Zie je wel een verschil? Nou, zo kan ik een poosje doorgaan. Maar dat doe ik niet. Want ik wil ook laten zien wat ik met de rest doe. En ik zie dat het alweer 8:45 had. Jongens, wat vliegt die tijd. Zo jammer. Hey, trouwens, ik vond het heel erg leuk om van jullie ideeën te krijgen van wat wij in een live zouden doen. Dus als jullie nog ideeën hebben van, joh, zouden jullie dat eens willen laten zien? Vertel het ons, zeg het ons en wij gaan kijken wat we kunnen. Zo. Nou, dit is klaar. Dan kan je ook nog met een wit potlood. Ik had natuurlijk hier die rondjes gedaan. Die kan je even accentueren. En nu heb ik een idee wat ik kan gaan doen met de stempels. Ik ga hier ook weer een van die mooie stempels op gebruiken. Ik vind
Deze met die swirl vind ik wel erg mooi. Dus die ga ik erop doen. Deze. En ik denk dat ik die... Even kijken hoor. Ik denk dat ik die zo ga doen. Die ga ik hier stempelen. Dan ga ik ook wat tekst op de achtergrond stempelen. Daarvoor gebruik ik weer een tekststempel die hier zat. Van... Studielight uit de Crunchlijn. Ik doe die even hierop. En wat doe ik dan? Dan zoek ik in de inkt, in de gewone stempelinkt, vaak dezelfde kleur. Want dat combineert dan het mooiste. En ik ga nu even niet zeggen welke dat was. Want dat was mijn vraag aan jullie. Dus dat zeg ik nog even niet. Maar ik pak hem wel. Dan doe ik deze beinkten. Ik hou de deksel uit de buurt natuurlijk. En dan ga ik... Oh, even kijken of ik hem goed stempel. Dat is bij deze altijd heel erg. Ja, ik heb hem goed. Dan ga ik stempelen. En ik stempel ook gewoon buiten je afdruk, hè. Nou, dan heb ik altijd het, de eigenschap om, als ik stempel, dan doe ik het ook vaak 3 keer. Zo. En dan zou je dus ook nu nog in blauw erbij kunnen stempelen. Ik doe dat niet. Ik ga in zwart stempelen. Ik ga eerst deze mooie strook stempelen. Daarvoor neem ik Archival even. En die ga ik... Kijk hoor, hoe ik hem... Zo ga ik hem stempelen. Kijk. Dan wil ik nog wat zwart, want hij mag wel iets meer knallen spreken. Dus ik pak... eventjes. Nou, als je gezien hebt, dan weet je dat ik... Volgens mij gaf ik mijn dingen tik, maar... Sorry. Dan vind ik... Waar is mijn mapje? Deze. Deze wel erg leuk. En... Ik vind de swirl erg leuk. Dus wat doe ik nou? Ik neem deze in het zwart. Die ga ik met zwart stempelen. En dat doe ik dan altijd... Ja, dat verbind ik met het vorige wat ik gestempeld heb. Dus hier heb ik dat zwarte, dat roze. En daar doe ik de zwarte balletjes bij. Dan maak ik daar een groepje van. Dat doe ik bij deze ook. En dat doe ik dan ook weer... Bij de onderste. Kijk. En als laatste neem ik dan ook de swirl. Waar is die? Die zat in de andere. Hier is die. Ik kan er altijd zo'n rommeltje van maken als ik bezig ben. Niet te geloven. Als je ziet wat er om me heen ligt, dan denk ik, hoe kan je nog werken? Zo. En dan doe ik de swirl er ook bij. En dat doe ik dan ook weer bij waar ik bezig was, hè?
Ik kan hem nog naar onder doen. Ik doe hem zo. Nou, ik vind hem eigenlijk wel heel gaaf worden zo. Dan ga ik kijken, want ik zeg al, deze ronde ga ik voor het rijstpapier. Ik denk dat is ook wel een keer leuk om te zien voor jullie. Zo. En ik heb gekozen voor het rijstpapier. Kijk hoe mooi de kleuren. Want ik had al stiekem gekeken in welke kleuren ik zou moeten werken om het een beetje mooi te houden. Het is het rijstpapier uit de collectie van Janine. En het is het vuil rijst JMA14. Dus ik ga, wat ga ik doen? Roze erop of blauw erop? Of alle twee? Kan ook. Ik vind die ook wel heel erg gaaf. Maar ik vind die ook gaaf. Ik ga voor het eerst eens voor die blauwe. Hoe doe ik dat nou? Ik doe dat altijd door het stuk rond wat ik wil gaan plakken nat te maken. Nou, toevallig ligt mijn kwastje hier. Dus ik maak het rijstpapier nat. Waarom doe ik dat? Dan is het papier makkelijker te scheuren. Niet het makkelijkste. Ik neem even toch water. Dat werkt iets beter. Daarvoor doen we het. Daarvoor maak ik het nat. Zo. Ik weet niet of het lukt om de voelsprieten erbij te krijgen. En anders dan laat ik die gaan. Dan zet ik mijn vinger langs het vleugeltje waarvan ik denk dat mag niet weg. Dat mag niet scheuren. Dus dan, daardoor begeleid ik eigenlijk het scheuren van mezelf. Hier ook. Ik haal de voelspieten eraf. Nou, dit is de 1. Kijk, de half is ook niet mooi. Dus doe ik hem even nat en dan haal ik ze er wel uit. Oké, dat is 1. Kijk. Geweldig. En nog een mooie ga ik doen. Ik denk dat ik nog een blauwe doe. Dat vind ik dan wel zo mooi. Dan doe ik 2 dezelfde blauwe. Tenminste, blauw-groen. Of die. Nee, blauw. Dus weer langs het randje nat maken. En als het helemaal nat is, kan je makkelijk scheuren. Dus ook nu, ik zet mijn vinger langs de vleugel die moet blijven zitten. Langs het stukje. En de rest haal ik los. Deze ook. Dus met mijn vingers begeleid ik wel wat er wel en niet van de vlinder af moet. Van het papier eraf moet. Oké. Okay. Nou. Of die daar en die daar. Zo ga ik hem doen. Oké. Dan doe ik plakken met Liquitex. Pak even een kwastje.
Ik doe de achterkant van de vlinder. Die doe ik. En als die helemaal in de, zeg maar, lijm zit. Dit kan ook, dat hoeft niet met matte gel. Hè. Dit is matte gel, maar dat kan je ook doen met Mod Podge. Of een ander soort. Ik doe die hiermee. En dan met mijn kwast doe ik nog wel even de randjes netjes. Oké. De volgende. Ook weer in de lijm. En door hier. Oké. Eigenlijk moet er misschien nog een derde bij. Dat ga ik zo eens even kijken. En dan tekst. Haal ik uit de verschillende boekjes tekst die wij hebben. Je kan stempelen. Maar ik... Zijn ze allemaal nog leverbaar? Volgens mij alles wat ik nu heb gebruikt... Is nog leverbaar. Dus. En anders. Een rijstvelletje met vlinders zijn. Is al heel gauw te, zeg maar te koop. Of te kiezen. Ik ga. Nou. Wat staat er? I'm not afraid I was born to do this. Nou, dat weet ik niet. Close your ears and listen. Dat is moeilijk luisteren hoor, als je je oren sluit. Dus. Even. Ik wil altijd wel iets hebben waar ik achter sta. Ik zal nooit zo gauw een tekst plakken waarvan ik denk dat herken ik niet of zo. Het moet wel bij mij passen. It never rains forever. Nou, dat klopt. Die. En ik vind hem te groot in één keer. Dan maak ik er twee regels van. It never rains. Doe ik in dit geval hier. En dan vind ik altijd, het moet wel netjes zitten, recht. En daaronder, forever. Oké, ik denk dat ik toch nog een klein vlindertje daar doe. Nou, ik werk hem hier en daar nog wel een beetje bij, denk ik. En jullie gaan op mijn Facebookpagina en bij Studio Light wel zien wat het eindresultaat is geworden. Het is 58, dan moet ik gaan scrollen wie... Er een stempel gewonnen heeft. Ik ga kijken. Zo. Moet ik een heel stuk terug, ja. Kijk of ik hem hier sneller vind. Ja, hier kan ik heel snel terug. Ik zie hier. Ik zie daar heel veel, maar nog niet. Ja, ik zie hier de eerste, Rita Kotlieb Knollema. Jij bent de eerste en jij wint de randjes van de grunge. Ga ik even opschrijven, want anders... Als jij je naam... In een pb'tje aan mij liet zien, stuurt. Dan zorg ik dat Studio Light jou die stempel kan sturen. Dat is één. Nou, nog de tweede. Huh?
Even kijken hoor. Yvonne Schuurman, het ja, typfoutje, daar zal ik maar niet. Jij krijgt de bloemenstempel. Dus als ook jij mij een pb'tje stuurt, dan zorg ik dat. Dan zorg ik dat jouw adres en gegevens bij Studio Light komen. Dames, dat was het weer voor vanavond. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik zag dat er heel veel mensen hebben meegekeken. Nou, dat is voor ons natuurlijk ontzettend leuk. Het kost heel veel moeite, maar met veel plezier hoor. En als je dan ziet hoeveel mensen er graag naar kijken, dan kan ik alleen maar zeggen, we doen het heel graag weer. Volgende week is er in ieder geval weer een uitzending. Dan is Corinne hier, Corinne. En die gaat volgens mij aan de gang met stencils, dus dies, wat ik zag. Dus ik hoop dat jullie allemaal bij haar gaan kijken, want zij laat ook een nieuwe lijn die er net is of die eruit gaat komen, gaat ze aan jullie laten zien. Dan zeg gerust wat jullie de volgende keer leuk vinden om te zien. Dan gaan wij ermee verder. En zeker kijken of we het kunnen. Dankjewel allemaal. Ik ga teruglezen, want ik heb nog niet alles gelezen. Ook dankjewel aan mijn teamgenoten die voor mij geantwoord hebben. En graag tot de volgende keer.